En 2 minuten later krijg ik een lange bal ingespeeld. Ik denk dat ik nog nooit zo hard van heel mijn leven onder de mat was gestopt. Dat was wel even schrikken. Dag Thibaut, welkom bij Tene Pot Bene. Dag Luther, dankjewel. Het is natuurlijk een leuke gebeurtenis, de reden waarom je hier zit. Je hebt jouw nieuw contract mogen ondertekenen. Tot juni 2026, met dan nog een optie op een extra seizoen. Dat moet leuk zijn geweest om dat blijk van vertrouwen te krijgen van de club uit. Ja, tuurlijk. Ja, ik was dan naar hier gekomen, begin van het jaar, met 1 jaar uit te lenen. En dan op basis van mijn prestaties ging zien of dat de optie gelicht werd. En dan, als een ploeg je optie ligt, dan is dat toch wel een blijk van appreciatie, denk ik. Dus ja, ik ben er inderdaad heel blij mee dat Beerschot mij dat vertrouwen geeft, natuurlijk. We gaan het vandaag over een aantal aspecten hebben. Niet alleen over jouw carrière bij Beerschot, maar ook jouw carrière daarvoor. Als jeugdspeler, dan daarna bij de eerste ploeg, zowel bij Club Next, ik zal dat nu als eerste ploeg nemen, als bij Nijmegen en dan Torino. En dan heel jouw weg naar Beerschot toe. Want je hebt er al wel een mooi traject op zitten, met een aantal verschillende clubs. Maar we zullen beginnen bij het begin. Wilde je vanaf het begin profvoetballer worden? Want je bent niet bij Dender begonnen, maar bij een ploeg in de buurt. Ja, en dan vrij snel richting Dender getrokken. Bij VC De Leeuwkes. Dat was, in het begin, als ik zo wat aan voetbal, nee. Ik was jong, ik was denk ik 3-4 jaar of zo. En toen zei mijn vader van, ja, je moet shotten, dat ga ik echt graag doen. En als kind wil je vader gelukkig maken natuurlijk. Dus ja, die training was dan toevallig een kilometer van ons deur. En ik zei tegen hem 5 minuten ervoor van, oké, is goed, dan gaan we gaan voetballen. Dus ja, dat was een van die schoenen dat geen voetbalschoenen zijn, het veld opgesprongen. En vanaf dan ben ik er nooit meer, heb ik altijd een bal bij mij gehad en ben ik altijd blijven verder voetballen. Dus dat was vrij snel wel duidelijk wat ik wou worden, ja. Maar dat was ook van het begin, had je zoiets, oké, ja, profvoetballer. Ja. Na die eerste training was dat direct. Ja, sowieso. Dan gaat ook, als je dan, als jonge gast, herinner ik me soms dat ik moest gaan slapen, omdat dat school was dag nadien. En dat er dan matchen bezig waren, van die midweekmatchen of zo, of matchen in het weekend. En dan probeerde ik door sleutelgat nog mee te kijken naar de match, naar de uitslag, naar de score. Dus ja, dan beginnen die dromen te leven, hè, van ja, later wil ik daar zelf staan en zo'n ding is. Dus, ja. Want ik ga er één moment uitnemen, dat is een anekdote die je mij zelf verteld hebt. Je hebt jouw communie gedaan in het stadion van Dender. Ja, inderdaad. Dat was de eerste communie dan, of de plek? Dat was de eerste communie, ja. De eerste communie. Maar dus toen was het al duidelijk, ja, ik ga profvoetballen. Ja, inderdaad. En dat was dan in het stadion van Dender en in die feestzaal. En we mochten aan het veld gebruiken en ik heb praktisch heel mijn communie gewoon 11 tegen 11 op een groot veld liggen shotten. Dat als ik tegen een uur of 11, 12 s'nachts helemaal kapot was, dan was mijn communie gedaan. Dus een geweldig communiefeest, denk ik. Maar ik heb niet veel van de festiviteiten meegemaakt. Ik heb alleen maar liggen shotten. En uw mama waarschijnlijk aan mijn tante, u probeert te vuilwagen. Dat was vuil, dus ja. Daarna volg je AA Gent en ook Club Brugge, in de jeugd nog. Hoe heb je die overstappen beleefd? Had je het gevoel van dat er telkens een niveau naar boven of niet? Ja, ik was heel blij dat ik naar AA Gent kwam. Dat was toen nog zo, als je jeugdspeler dat je moest gaan testen. Je moest niet 1 keer gaan of 2 keer gaan en dan 3-4 keer terug gaan. Dus dat was ook een bepaalde spanning als jonge gast zijnde. Van oké, ben ik wel goed genoeg of niet? En die AA Gent had me dan overgenomen. Dan heb ik daar 4 jaar gespeeld. En dat was er ook al vrij snel sprake van Club Brugge. Want die dan iets langer gewacht hebben, waardoor ik dan langer bij AA Gent heb gezeten. En dat is dan denk ik U15 of U16 is daar ook doorgekomen. En ja, je voelt wel ook als je dan van AA Gent naar Club Brugge gaat, van jeugdopleiding, dat je ook wel met andere voetballers van de muur staat. Meestal verloor je 3-4-0 van Club Brugge in de jeugd. En ja, als je dan naar Club Brugge gaat en je kunt dan elke match 3-4-0 gaan winnen en echt wel gaan domineren, dan voelt dat wel als een stap vooruit. Ja. Hoe voelt het om die stap te maken? Want ja, jij woont of in de omgeving van Dender, vermoed ik. Ja. Of je woonde met je ouders daar toen. Eerst naar Gent, dat is nog wel een oké verplaatsing, maar dan daarna naar Brugge. Dat is ook nog wel te doen, maar dat heb je niet allemaal alleen gedaan. Nee, vrij jong op internaat.
ik vond dat eigenlijk geweldig. Ik was iemand die sowieso graag mijn eigen ding deed en niet al te graag keek naar de rest. Dus op internaat, dat was een beetje meer opportuniteiten om het varken uit te hangen, om zo te zeggen. Om qua jongenstreken uit te halen. Dus ik heb daar echt een geweldige tijd beleefd. En dat heeft mij ook gevormd door zo vroeg op internaat gegaan, gevormd door de man dat ik vandaag ben. Denk ik. Ja, dan heb je misschien wel de grootste primeur van de laatste 3-4 jaar meegemaakt bij Club Brugge. De eerste keer een beloftploeg in 1B. Dat is natuurlijk dit seizoen opnieuw het geval. Maar toen was dat de allereerste keer, was echt iets volledig nieuw. Hoe heb je dat beleefd? Dat was eigenlijk zot. Want je zei dan als jonge speler, ik had al vrij snel het idee van ik wil naar het buitenland gaan voetballen. Ik wil daar eens mijn kans gaan wagen en zien hoe dat er is. En dat was die zomer toen ook een beetje. Maar dan krijg je opeens te horen dat je 2 weken voor de competitie start, krijg je te horen van ja, dat je in 1B gaat beginnen shotten. En op de club voelde dat ook wel meteen direct van oké, je gaat hier niet de jongens van je eigen leeftijd gaan spelen. En de oudere mannen dan bij de belofte op dat moment, die zijn dan opeens ook gewoon de jongste van de competitie terug. Dus dat was wel een hele switch. Je kunt dan ook als ploeg zijn geen grote transfers meer gaan doen om te zeggen van we gaan ons staande willen houden in 1B of we gaan willen meedraaien. Dus dat was echt wel roeien met de riemen die dat we hadden op dat moment. Dus iedereen wist, ja, er waren toen jongens van 16 jaar, 17 jaar. Ik was op dat moment denk ik ook 17, 18. Waardoor je dan, ja, je wist van oké, het is wel voor echt nu. Je speelt echt voor het geld tegen de grote mannen. En dan, we zijn ook anders beginnen trainen op dat moment bij Brugge. De eerste match dat we speelden was op RWDM. Daar hebben we dan 2-0, ik denk dat we 2-0 verloren hadden tegen RWDM. En je zag, ja, dat was wat je vandaag de dag zelf ook nog een beetje ziet als wij tegen een belofte ploeg speelden. Ja, wij waren eigenlijk een beetje zoals kiekers van de kop aan het rondrennen op dat veld. En RWDM die liet ons toen ook gewoon doen en die kwam maar en die scoorde 2 keer op de counter. En toen hadden wij het gevoel, de eerste match, van oké, eigenlijk kunnen wij er misschien wel iets doen in deze competitie. Maar zoals dan te vaak gebleken was dat seizoen, die ploegen zijn gewoon veel, veel stugger en veel slimmer. En 60-70% balbezit of 75, ja, daar breng je niks mee. Of zoals tegen Union en Serrain, op dat moment dat wel de topploegen waren. 2 keer 6-1 of 6-0 de boot ingaan. Dat kwam wel hard aan als jonge gast zijnde. Mm-hmm. Omdat je vooral... Heb je daar individueel veel uit geleerd? Ja, zeker en vast. Ja. Ik herinner me nog 1 match waar ik de snelste goal van België had gescoord op dat moment, denk ik. Dat was na 7 seconden tegen Union. En ik stond toen tegen Burgess, die nu bij Union en zo speelt. Ik scoorde dan die goal, dat was mijn eerste balcontact, dus ik dacht dat alles goed liep. En 2 minuten later krijg ik een lange bal ingespeeld. Ik denk dat ik nog nooit zo hard van heel mijn leven onder de mat was gestopt. Dat was wel even schrikken. Even dan, straffen voor die doelpunt. Dat was even, dus het was wel een serieuze aanpassing. Je speelt tegen mannen, je speelt niet tegen jonge gastjes, niet meer. Als je toen vergelijkt met nu, want ja, die 4 belofteploegen zijn er wel, die doen het, laten we zeggen, in puntenaantal beter dan Club Next de eerste keer. Klopt. Wat is het grote verschil dan? Ik denk gewoon dat je tijd hebt om je daarop voor te bereiden. En ook bij de ploegen nu, de ruimte tussen tweede ploeg en eerste ploeg bij die topploegen veel, veel minder is. En dat je bij Club Brugge ziet dat er regelmatig spelers zijn die de ene week kunnen starten bij de A-ploeg en dan de week nadien bij Club Next meespelen. En bij Anderlecht is dat ook zo. Dus ik denk dat je vooral tegen spelers speelt die net ietsje te min zijn om dan echt een vaste basisplaats af te dwingen bij een topploeg in eerste klas, die dan hier in 1B in minuten en in momenten kunnen halen. En ik denk dat toen bij ons in Club Next dat contrast toen nog ietsje te groot was. Toen was Brugge ook gewoon echt superieur dat jaar in de Belgische competitie. Dus het was ook gewoon voor ons vrij moeilijk om daar door te stromen of vrij moeilijk om spelers van de eerste ploeg te laten afzakken naar Club Next. Omdat er, denk ik, ook niemand stond te springen van de A-ploeg van Brugge om even een matchje in tweede klas mee te spelen. Mm-hmm. Je vertrekt eigenlijk in het midden van dat seizoen naar Nijmegen. Waarom maak je die stap? Omdat ik had een goed seizoen gedraaid. En Nijmegen kwam een goede eerste seizoen zelf gedraaid. En Nijmegen was een interessante ploeg die mij een interessant idee afkwam.
voor mij voor de jaren dat ik eerst zes maanden... Op dat moment was dat keukenkampioen. Ja, inderdaad. Dus je ging van tweede klasse naar tweede klasse. Ja. Dus op qua niveau bleef niet veel verschil. Nee, inderdaad. Alleen dat je dan wel... Het enige verschil is, je speelt in een mannenploeg. Je speelt niet meer bij de jeugd waar je fouten nog kunt maken. Want mijn club Next was nog veroorloofd om fouten te maken, omdat je zomaar in de competitie kwam. Bij Nijmegen was het wel al ietsje meer van werken voor je geld. Dus mijn eerste ploeg, ik was er ook direct terug de jongste. En het plan dat Nijmegen mij had voorgeschoteld was eigenlijk gewoon om zes maanden aan te passen. En het jaar nadien wilden ze vol voor de promotie gaan. En dat ik toen eerste spits was en dat ik toen vol mijn kans ging krijgen dat jaar. En dat ik, wij eindigen die competitie denk ik als zevende of als achtste. Maar met dat er een ploeg boven ons al twee keer of zo de periodetitel had gepakt of een belofteploeg was, weet ik niet meer zo goed, komen wij toch die play-offs binnen. En de ploegen waarin dat wij dan in die seizoen zelf 3-0 van verloren of 4-0 van verloren, gingen wij opeens 3-0, 4-0 van winnen. Dat is bij wonder zijn we dan gepromoveerd naar de Eredivisie. En toen kwam de overstap naar Torino. Maar dat plan valt dan eigenlijk een beetje in het water in deze Eredivisie. Ik vermoed dat er een nieuwe spits zal aangetrokken geweest zijn op dat moment. Je kiest ervoor om dan vanuit het, laten we zeggen, volwassen mannenvoetbal opnieuw voor een jeugdploeg te kiezen bij Torino. Waarom maak je die keuze nadat je eigenlijk een seizoen hebt laten zien dat je wel mee kan in die mannencompetitie? Wel, zoals ik zei, die liefde voor het buitenland, dat begon al vroeger, omdat ik dat vroeger al wou. Ik moet ook gewoon eerlijk zijn, ik was nog niet klaar om op dat moment speler te zijn in de Eredivisie. Was ik nog niet, dus dan moet je kijken naar andere opties. En dat dan die opportuniteit van Torino kwam, waar ik ook veel met de A-ploeg betrokken ging zijn. En dat die Primavera een competitie op zich is, waarbij dat er ook buiten categorie spelers kunnen meespelen. Dat ook live op tv komt, dat hun eigen kanaal heeft, hun eigen kranten en zo, alles daar rond. Dus dat is eigenlijk professioneler dan sommige ploegen in België eigenlijk, als ik het gewoon zo mag zeggen, in de Primavera. Daar lopen spelers rond, zoals nu bij Empoli en Baldanzi, tegen wie dat je vorig jaar speelt, dat nu de belangrijkste schakel is, na Koning de Winter, bij Empoli. Dus daar loopt gewoon heel veel talent rond en dat is zo een visvijver voor de grote ploegen om daar talenten in te komen zoeken. Het is ook iets helemaal anders. Met dat ik nog jong was, kon ik me ook gaan aanpassen dan en kon ik mijn basis gaan verrijken eigenlijk. Nieuwe cultuur gaan ontdekken, een completere speler worden, dat was het grote plan. En dat is wel gelukt eigenlijk. Want je hebt in drie verschillende soorten competities gespeeld, hè? Ja. Want België is nogal gekend om zo'n gesloten, stevig duelkracht voetbal. Ja, in Nederland is het meer de voetballende oplossing. In Italië zijn ze tactisch dan weer heel erg sterk. Heb je het gevoel dat je in die twee seizoenen heel veel geleerd hebt dan ook? Ja, sowieso. Ik denk, voor mij denk ik het moeilijkste was in Italië. Omdat je hebt daar verdedigers in Italië. Dat zijn mannen van die liever mij... met hun kop voor een pegel gewoon springen en dat in hun neus open ligt. En die mannen die staan gewoon terug recht en die beginnen gewoon verder te shotten. Dus dat zijn strijders, dat is niet normaal. Dus niet dat voor mij wat het moeilijkste was, omdat daar alles of niks was. Ook als je daar 1-0 achter kwam of 1-0 voor kwam, wist al als spits zijnde, wist al van die match is eigenlijk is gedaan, die match is op slot. Dan ging je op je eigen helft terug gaan trekken en dan ging je gaan verdedigen, alsof dat je leven er vanaf hing, eigenlijk. Dus als spits was dat wel moeilijk. Waar je in België als spits misschien 5-6 kansen op een match kunt krijgen, kreeg je in Italië misschien maar 1-2 halve kansen. En daar werd dan afgerekend op die halve kansen die erin moesten zitten. Dus daar ook wel heel veel in geleerd qua de kansen nemen die dat je krijgt. Want je krijgt er niet veel als spits zijn en dat je daar ook op afgerekend wordt. Dus daar ben ik wel een stuk matuurder geworden. Ja, want je bent 18 jaar op het moment dat je naar daar vertrekt. Hoe Turijn, dus een grote stad in Italië, dat is toch wel voor jou persoonlijk ook een hele stap geweest, denk ik dan. Ja. Je had al wel op internaat gezeten, maar dit is dan echt alleen gaan wonen of zat je in een gastgezin? Nee, alleen. Hoe heb je daar je plan wat getrokken? Ja, ik heb twee grote ploegen in Turijn, Torino en Juventus. En een goede jeugdvriend van mij, Connie, die woont daar al.
Dus die heeft mij eigenlijk vrij... Die speelde bij Juventus toen. Ja, ja, ja. En ja, de eerste avond dat ik daartoe kwam, nam hij mij direct mee naar het restaurant waar we bijna elke week 2-3 keer zaten. Dan heeft hij mij gewoon heel de stad getoond. En ik was al vrij snel verliefd eigenlijk op, het, ja, op de manier van leven daar. En ook Italiaans geleerd dan? Ja, sowieso. Je hebt geen keuze, denk ik, hè? Nee, ze zeiden vooraf dat ik daar kwam, we geven het 90 dagen. Echt stip gezegd. Dus 3 maanden en dan moet Italiaans kunnen? We geven het 90 dagen dat we gaan proberen helpen met handen. Ja, want Engels kunnen ze ook niet goed, met handen en gebaren. Dat we Engels tegen u gaan praten. En vanaf ja, 3 maanden en 1 dag dan, om zo te zeggen, praten we geen Engels meer met u. Want dat was effectief zo. Na 3 maanden moesten ze Italiaans praten. En als je het niet snapte, dan was het uw probleem. En hoe snel heb je dat opgepikt? Want dat is niet verwant aan het Nederlands, hè? Ja, eigenlijk, Duits, eigenlijk heel, heel snel. Ook omdat mijn weg kan in het Frans. En Italiaans lijkt, als je het goed kunt, vrij veel op het Frans eigenlijk. En er zijn ook niet zo superveel regeltjes in het Italiaans. Dus eigenlijk gewoon, ik ben vrijwel direct proberen beginnen met spreken. Je begint dan, ja, zoals gewoonlijk, leerde dan eerst van je ploeggenoten de iets minder leuke woorden. En dan begin je te praten. Ik denk dat ik vrijwel na een maand of 2, 3, dat ik het, kon het volledig, het Italiaans. Ja. Dus. Ja, natuurlijk de woorden voor bal en goal en zo, die zijn vrij makkelijk. Ja, inderdaad. Het is al de rest rond, denk ik. In Italië kun je eigenlijk ook gewoon brabbelen wat je wilt. Zolang als je maar de juiste handgebaren erbij smijt en de juiste toon erop legt, dan gaan ze je ook al verstaan. Na een jaar Torino, kies je ervoor om naar Beerschot te komen. Waarom die overstap? Omdat, ja, Beerschot is een geweldige ploeg in België. Beerschot is een cultuurrijke ploeg. En ik weet nog, als ik hier in het begin van het jaar stond voor mijn foto's te nemen in het stadion, dat je het eerste wat ik zei van, je voelt wel iets als je het stadion binnenwandelt. Je kunt stadions binnenwandelen en zeggen van, oh, dat is mooi, maar als je op Beerschot in het Kiel binnenwandelt, dan denk je van, oké, nou, we zijn in het Kiel. Ik was erbij, dus, je hebt dat toen inderdaad tegen mij gezegd. Dus. Er waren nog een aantal andere mogelijkheden. Het heeft geen zin om daarover uit te breiden, denk ik, maar ik heb me laten vertellen dat er een aantal clubs werden opgenoemd, dat Beerschot er één van was en dat je gezegd hebt, dat is het. Ja, sowieso. Direct. Sowieso. Dus je was toch een beetje al vertrouwd met de ploeg. Ja, ik vind Beerschot gewoon nog geweldig. Supporters zijn zot, om het zo te zeggen. Zot van voetbal. Beerschot is een ploeg waarin als het goed draait, speelde bij een geweldige ploeg. Past ook gewoon binnen mijn karakter, binnen de persoon dat ik ben. Ik denk dat ook, en ook het gesprek met de coach dat ik op voorhand had, sprak me ook enorm aan. En sindsdien ben ik eigenlijk niet meer van mijn plan afgewijd en heb ik ook tegen mijn makelaars gezegd van, ik wil niks anders horen, ik wil gewoon dat het rondkomt met Beerschot. En dat gaat de ploeg worden waarin ik mij ga moeten tonen en waarin ik bevestiging ga moeten leggen van wie dat ik ben. Ja. Zijn jouw verwachtingen ingelost? Als we voor dit seizoen zouden gesproken hebben en jij zou tegen mij zeggen, we zitten 7, 8, 9 maanden later in de podcast van Tenen Kot Bene, de podcast, en je zegt tegen mij van, deze zijn uw statistieken dit jaar, had ik altijd gezegd van, nee, dat kan niet. Dat geloof ik niet. Positief of negatief? Positief. Dat ik beter verwachtte dan ik gedaan. Je moet als speler wel realistisch zijn. Natuurlijk, de persoon dat ik ben, streef altijd naar meer. Mm-hmm. En ik heb wel het gevoel dat ik zo goed als het maximale er al heb uitgehaald. Alhoewel dat ik altijd meer wil. En als spits zijn en als de persoon dat ik ben, dat ik het gevoel heb gewoon dat ik zeker mijn voet naast topscorer of zo in een competitie Barry en zo kan leggen. En alle andere spelers. Dus daar zit nog een beetje op mijn honger. Dat ik eigenlijk maar 13 doelpunten heb gemaakt dit jaar. Als spits wilde altijd meer. Je hebt spelers die ervan dromen om er zoveel te maken. Die zeggen dat is goed, maar zo ben ik niet. Ik wil er altijd meer. Maar in het begin van het seizoen, als ik had gezegd, 12 goals competitie, 1 goal beker, dan had je getekend. Dan had je gezegd, ja, inderdaad, sowieso. Achteraf een beetje wrang. Ja, maar je moet realistisch zijn. Hè. Je wordt dan juist 20 jaar. Je bent super jong. Je komt in een volwassen ploeg terecht. In een volwassen competitie, ik denk, als je de ploeg ziet deze jaar, dat is ook wel een moeilijke competitie. Dus ik had het niet verwacht. Maar ja,
Nu dat we dan één keer bezig zijn, dan wilde eigenlijk meer. En als je dan eigenlijk ziet van voor Nieuwer waar we dan eerste stonden, dan had ik dus nog zo'n grote honger en nu nog altijd eigenlijk om nog altijd om nog meer te bewijzen, omdat ik ook gewoon van mijn eigen weet en merk van Thibaut Baut is nog niet op zijn maximale potentieel of is nog niet op 100%. En dat is jammer. De mensen rondom mij die weten dat ook wel. Die weten ook wel hoe hard ik ermee bezig ben en hoe hard dat ik de beste wil zijn, om het zo te zeggen. Jouw verwachtingen van de dingen rond de club, supporters, beleving, zijn die wel ingelost? Van de club zijn er van Beerschot wel. Van de supporters ook. Ik denk dat we bij bepaalde away days ongelooflijke support en steun hebben gehad. Ik denk misschien wel de beste van deze competitie, als je van alle ploegen bekijkt. En dat we thuis ook wel bepaalde matchen en een serieus goede sfeer hebben gehad. Als het goed ging natuurlijk. Ja. Ja, ze zijn kritisch, hè? Maar dat gaan we zo biedt nog even verder over babbelen. Je hebt gezegd dat je voor het seizoen een goed contact had gehad, of een goede meeting had gehad met de coach. Hoe loopt dat contact nu? Heb je het gevoel dat eigenlijk een goede relatie is? Ja, zeker en vast. Ik heb mijn werkpunten. En de coach weet dat ook. En hij weet ook wel dat ik ermee bezig ben. Ik denk dat de coach gewoon mij enorm goed kan lezen. Want hij heeft wel een bepaalde manieren om mij dingen toe te steken. Waardoor dat ik die prikkel krijg. Waardoor dat ik het eigenlijk wil doen. Ik denk voor een seizoen zoals deze, dat ik als speler mij geen betere coach kon voorstellen. Die mij de kansen geeft, die mij ook op het moment dat het nodig was kritisch beoordeelde. En die mij wel elke week naar een hoger level, naar een hoger niveau wou tillen. Dus de band met de coach is goed. En ik denk dat de coach ook nog enorm veel potentieel heeft. Dus dat hij ook nog niet zijn laatste zeg heeft gedaan, zeker nog niet in het voetbal. Als je beide personen zijn die nog enorm veel groei hebben en je wilt allebei het hoogst haalbare halen, dan klikt dat enorm goed samen, denk ik. Ja. Even teruggrijpen naar de statistieken. Heb je een favoriet doelpunt? Nee. Het voor mij maakt echt niet uit. Ik kan nog... Je moet even hard genieten van die twee goals tegen Club Next als die goal tegen Liers in het begin van het seizoen. Ja, sowieso. Een goal is een goal. Mij maakt dat niet uit dat die bal erin gaat. Al krijg ik een bal op mijn gezicht gepeerd van de keeper en rolt hij er heel zacht in. Een goal is een goal en dat staat ook op de teller. Dus er is niemand dat gaat nu gaan vragen van hoeveel goals waren er van buiten de 16 of waren er in de winkel ook. Het is de vraag van hoeveel goals dat je gemaakt hebt en hoe dat je een goal maakt, dat maakt voor mij echt niet uit. Dus. Oké. Okay. De optie is nu gelicht. We zijn het daarnet al. Tot 26, met dan nog eens een optie op een extra seizoen. Wat zijn jouw verwachtingen nog, doelstellingen? Ja, ik denk sowieso Beerschot is een ploeg die in eerste klasse thuis hoort. Al is het alleen al maar om de grootste derby van het land te spelen tegen Antwerp. En als je ook de seizoen bekijkt die Beerschot 2 jaar geleden heeft gehad, hoe dat ze eigenlijk vanuit 1B naar 1A zijn gekomen, dat ook een geweldig seizoen was voor Beerschot zijn en dat ook wel de ploeg is waar Beerschot thuis hoort op dat niveau en rond die positie, denk ik. Als je een doel moet stellen met Beerschot, dan is gewoon Beerschot zetten waar dat thuis hoort. Ja. En persoonlijk? Ja, persoonlijk altijd beter doen dan ervoor. Dus dan volgend jaar meer doelpunten maken. Misschien meer assist geven. En vooral ook matuurder worden. Je blijft niet eeuwig jong. Dus hoe sneller dat je een bepaalde constante in je spel vindt, wat ik wel vind dat ik dit jaar al had. Maar ja, dan wilde alles naar een hoger niveau terug gaan tillen. Dus elke match gewoon proberen beter te spelen en nog meer je stempel proberen te drukken in de wedstrijden. Afsluiten gaan we doen met vragen van onze supporters. Zij hebben de kans gekregen om een aantal vragen in te sturen. We hebben er een vijftal uitgenomen. Levi die wil weten of dat je een tattoo gaat laten zetten van Beerschot. Je hebt er al een paar. Als ik zet vaak tattoos over dingen die veel betekenis hebben voor mij of mooie gebeurtenissen in mijn leven.
Als we binnen 2 of 3 jaar Europees speelden met Beerschot, dan kan dat misschien wel eens gebeuren dat ik de tattoo van Beerschot zet. Ja. Ja. Ken, die vraagt, of die zegt, of die geeft aan, dat je een beetje bent teruggevallen na de winterstop. Dat je de meeste van jouw doelpunten inderdaad voor januari hebt gemaakt. Heb je daar een verklaring voor? Ik denk, het begon eigenlijk met dat we het seizoen vroeger moesten starten dan normaal voorzien hadden. Dat we eigenlijk maar een week en een half of 2 weken aan pre-season hadden. Waar na de winterstop, wil je zeggen. Wat we er 3 normaal gezien hadden. Dus dat je eigenlijk vrij snel terug in dat tempo moest geraken. En dan val ik nadien ook nog eens geblesseerd voor 3 weken. Dus dan heb ik eigenlijk gewoon heel mijn voorbereiding voor het tweede seizoen zelf gemist. Was ik er gewoon niet bij. En dan word ik gewoon direct terug in het ritme gegooid en gesmeten en gepompt. Dus dat is wel wat moeilijk. Maar ja, dat mag geen excuus zijn. En los daarvan ook heb ik ook gewoon veel minder gescoord als ploeg. Ik denk dat we na nieuwjaar maar 8 of 9 doelpunten hebben. En daar heb ik er 3 van gescoord. Dus dat is ook nog een percentage van 33%. Dus als je het in percentage gaat stellen, dan heb ik het nog altijd hetzelfde gescoord. Maar het is gewoon een aantallen veel minder van heel de ploeg uitzijnde. Dus dan wordt het ook als spits moeilijker natuurlijk om doelpunten te gaan maken. Maar het klopt inderdaad wel. De cijfers zijn er en daar kun je niet over liegen natuurlijk. Ja. Steve, die wil weten of dat je het wat gevonden hebt met het kritische publiek, hoe dat je daarmee mee om kan gaan. Ja, je hebt juist een kritische vraag gekregen. Heb je daar moeite mee gehad om je daaraan aan te passen? Nee, want ik ben ook de eerste die zelf kritisch is als ik een slechte match speel. En ik weet heel goed van mezelf wat goed is en wat dat niet goed is. En iedereen heeft zijn eigen mening over alles. Dus als je daar als speler zorgen moet over maken, ja, dan, met alle respect, maar ik moet als speler naar jezelf kijken. Wat mensen van mij denken, dat interesseert me eigenlijk vrij weinig tot niks zelf. Omdat ik het van mezelf gewoon al heel goed weet wat er beter moet en wat er wel of niet kan. Dus van mij mag iedereen een mening hebben over van alles en nog wat, of over mij. Dat heeft voor mij geen enkel verschil. Ja, de vraag van Seppe sluit daar een beetje op aan. Kijk je soms naar de commentaren, zowel positief als negatief, op sociale media van fans? Nee, helemaal niet. Zoals ik zei, ik heb enkel Instagram. En Instagram dat wordt dan beheerd door een externe groep die dan de posts en zo verzorgen. Dus. Want de comments doe je wel zelf, of niet? Nee. Zij schrijven ook de comments onder de foto's. Ze posten de foto's. Af en toe kan het wel eens gebeuren dat ik zelf iets op mijn story of zo gooi. Maar ik ben daar eigenlijk echt vrij weinig mee bezig. Als ik zeg, dat is alleen maar afleiding. En als je als speler zelf een goede zelfbeoordeling hebt, ja, waarom zou je dan moeten kijken naar wat andere mensen van u vinden? Er gaan altijd positieve, altijd negatieve commentaren zijn. Ik kan dan net erg scoren en ze kunnen zeggen van ja, ik kon de vierde ook scoren. Ja. Ja. Dat is waar. Oké, okay. Nee, dat is heel erg duidelijk. Afsluiten zullen we doen met de vraag van Gillian. Ben je zelf stiekem ook van Beerschot geworden? Natuurlijk. Het is een ploeg die leeft. Ik vind het ook gewoon geweldig om het shirt aan te trekken elke match. Als je dan de supporters ziet, bijvoorbeeld, als je een tackle smijt, en dat je een goede tackle smijt, dat zij dan helemaal wild worden, dan geeft dat ook een geweldige kick als speler. Dan wil je dat zelf ook gewoon meemaken. Dus als ik later ooit bij een andere ploeg zal spelen, en dan ga ik zeker wel Beerschot blijven volgen, sowieso. Het is een ploeg ook waar ik heel veel aan te danken heb. Ik denk dat deze jaar mij op de kaart heeft gezet. En bewezen heeft van dat Thibaut Baten misschien wel is. Dus ik denk dat het maar normaal is dat je altijd respect dan hebt voor de ploeg en zeker ook supporter voor de ploeg die u die kansen heeft gegeven. Oké. Okay. Mooie noot om op af te sluiten, denk ik. Zeker en vast. Dank je wel om de tijd te maken. Dank je wel.